Und das erinnert mich an das Märchen mit dem König, ja, der eben gar keine Kleider anhatte. Und nur ein kleines Kind, was dann da sagt und sagt, der ist ja nackig. Ja, aber der Kaiser hat doch echt nichts an. Je bent nackt. De keizer had geen kleren aan en niemand die wat zei. Ook niet de adviseurs, de vertrouwelingen en zelfs de deskundigen zeiden niets. Enkel de kleine jongen had het lef om te zeggen, je bent naakt. Zie je de parallel? Je bent naakt! Half maart 2020 uploadde filmmaker Robert Siebes een kort interview met de Duitse longarts Wolfgang Wodarg op YouTube, die ruim 2,5 miljoen keer is bekeken. Het was deze video die mij in het begin van de pandemie wakker schudde en deed inzien dat mijn onderbuikgevoel klopte. Maar wist ik het zeker? Nee, natuurlijk niet. Weet ik het nu zeker? Ja. Kan ik het bewijzen? Nee. Maar dat is nou juist het mooie en vooral leerzame van deze tijd. We leren om te luisteren naar ons gevoel, naar ons innerlijk weten zonder te weten, dat vaak in conflict komt met de ratio. Ons pure gevoel dat bedwelmd wordt door propaganda en consensus van allerlei deskundigen die net als in het sprookje van Hans Christian Andersen de keizer naar de mond praten en doen alsof hij niet naakt is. Maar het kind zag het en zei het. Dat kind zit ook in jou. Durf te voelen. Wees daar trots op. Het is een verworvenheid die je moet koesteren, net als deze video van Wolfgang Wodarg, die ik koester. Hij opende mij de ogen en ik merkte de laatste tijd dat heel veel mensen de video nog niet kenden. En dus is het tijd om kennis te maken met deze parel. We hebben de video Nederlands ondertiteld en je kunt de uitzending via de link onder in de omschrijving gaan bekijken. Je komt dan op onze website waar je, als je de video hebt opgestart, rechts onderin in de balk de CC-button vindt en voor Nederlands kunt kiezen. Geniet van deze all-time favorite, Dr. Wolfgang Wodarg, Corona en de nieuwe kleren van de keizer.